Wij vragen ons ook af of er niet, net als in sommige andere landen, een wettelijk verbod nodig is. Ik ben dan ook benieuwd naar de reactie van de minister op het amendement van collega Van Raak. De heer Martin Bosma. Hey, wat nou? Gaat nou GroenLinks, de voormalige Communistische Partij van Nederland, voorstellen om geen peilingen te publiceren in de laatste dagen voor de verkiezingen? Dat is toch gewoon in een volwassen democratie informatie die je moet kunnen krijgen, waar je over je moet beschikken. Dat is toch gewoon een fundamenteel mensenrecht. Waarom is GroenLinks weer tegenstander van het recht op informatie? Mevrouw, is het ook... Nee, voorzitter. Uiteraard is het een recht om te peilen. Maar we hebben nu onder deze omstandigheden vinden dus ook maandag en dinsdag nog kunnen mensen stemmen. Dus als er uitslagen al tussentijds al worden van die verkiezing, van die stemmen wordt gedaan, dan zonder dat daar echt nog de. Terwijl ook de campagne nog duurt, dan kan dat tot beïnvloeding leiden. En het zou beter zijn als de peilingbureaus daar ook rekening mee houden. Dat is eigenlijk wat ik hier zeg. Ja, de heer Martin Bosma. Maar we moeten toch niet toe naar een situatie waarin de overheid dat gaat verbieden. Dat zien we in Frankrijk. Dat is altijd potsierlijk. Dan moet je de laatste dagen voor de verkiezingen de krant in Genève in de gaten houden. Want die publiceert die informatie toch wel. GroenLinks is er toch geen tegenstander van om, neem ik aan, die opiniepeilers te verbieden om die informatie naar buiten te brengen, neem ik aan. Nee, zeker niet. Dat zou, als je dat zo stelt, dan zou dat verdraaiing van mijn woorden zijn. Ik ben benieuwd hoe we kunnen voorkomen dat er op een juiste manier ook onder deze omstandigheden peilingen worden gehouden. Ja? Nou ja, voorzitter, de collega van GroenLinks zegt dat de gesprekken van de minister met die opiniepeilers niet vrijblijvend moeten zijn. Niet vrijblijvend, zegt mevrouw Usser natuurlijk letterlijk. Dan denk ik van ja, er moet toch blijkbaar enige druk worden uitgeoefend op die peilers, op de Maurice de Honden van deze wereld. En het is toch niet aan een minister van Binnenlandse Zaken om gewoon onafhankelijke peilingbureaus te gaan beïnvloeden en die het mes op de keel te zetten en te zeggen van zorg dat je niet publiceert. Dat is toch niet aan een minister van Binnenlandse Zaken? Kom nou, er wordt nergens een mes op de keel gezet. Het zijn allemaal professionele mensen. Die weten ook heel erg goed dat wij onder deze speciale omstandigheden toch verkiezingen houden. Dus ik ga ervan uit dat zij daar ook rekening houden. Het gaat erom dat zij ook bewust afspraken kunnen maken met de minister. Ik wil daar ruimte geven aan de minister. Dat er ook afspraken komen waarin zij ook aangeven dat ze onder deze omstandigheden rekening kunnen houden met deze situatie dat er ook maandag en dinsdag, dus niet op één dag, stem wordt uitgebracht. Gaat u verder? Of de heer Usturk? Ja. Voorzitter, goed dat GroenLinks dit punt ook aankaart, want het is toch een bijzondere situatie dat we op maandag en dinsdag voor het eerst eigenlijk in onze geschiedenis gaan stemmen. Dus ook daar de consequenties daarvan van tevoren moeten voorzien. En ik snap dat de PVV dat niet wil. Alleen is GroenLinks ook bereid om, als de minister afspraken heeft gemaakt en dat gaat niet ver genoeg, om de burgemeesters op te roepen om bij exit polls met een gemeentelijke verordening te vragen om bij de stembureaus, zeg maar, de mensen met rust te laten van waar heb je op gestemd. Het gaat GroenLinks zo ver dat we zorgen dat we maandag en dinsdag niet een exit poll krijgen? Mevrouw Usertok. Ik wil graag eerst de antwoorden van de minister op dit punt afwachten en van de minister horen welke mogelijkheden zij ziet naar aanleiding van die afspraken. De heer Usertok. Ja, dat is meestal zo'n antwoord die ik van de coalitie hoor. Van ik wacht even op de minister, want ik heb met de PA van tevoren gesproken, maar ik wacht even met de minister antwoord. Maar u zit in de oppositie, een partij die toch een eigen mening zou moeten hebben zonder de antwoord van de minister. En u bent, mevrouw, is het ook ervaren genoeg. U bent wethouder geweest, u hebt lokaal ook heel veel ervaring. Daarom mijn vraag van, is de GroenLinks-fractie bereid om nog een verdere stap te nemen om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen race ontstaat via de media? Ja, mevrouw, is het toch? Nou ja, voorzitter, dat er geen race zou moeten zijn tussen de media, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik wil erover nadenken, dus we hebben nog een tweede termijn, dan kan ik daar nog op terugkomen. Ja. De heer Bisschop.
Voorzitter, toch even een vraag. Dit is wel een aangelegen punt. Ik hoor mevrouw Usset ook inderdaad zeggen, waar collega Bosma ook de vinger bij legt, het mogen geen vrijblijvende gesprekken zijn. En daar ligt de crux. Pleit mevrouw Usset ook impliciet voor desnoods een verbod op het publiceren van de resultaten van opiniepeilingen gedurende die early voting? Ja, voorzitter, tussen vrijblijvendheid en verbod zit er nog een heel scala aan mogelijkheden. En ik zou ten alle tijde een verbod willen voorkomen. En in die dus wel vaste afspraken waarin ook een stukje commitment kan zijn of een afspraak gemaakt kunnen worden, daar zou ik voorstander van zijn. Geen verbod. Ja? Maar het is voor opiniepeilers natuurlijk ook interessant om juist wel te publiceren. En stel nu dat zij niet tot afspraken bereid zijn, wat houdt dan de uitdrukking het mag niet vrijblijvend zijn in? Stel dat het niet als er geen bereidheid is om tot gentleman's agreement te komen. Want dat is eigenlijk wat u bepleit. Wat dan? Blijft het dan wel ruimte voor die opiniepeilers? Of moeten er toch in de lijn van het amendement van de heer Van Raak, waar ik overigens ook enige sympathie voor heb, moeten daar toch verdergaande maatregelen genomen worden? Waar ligt de grens van GroenLinks? Daar zijn we een beetje op zoek naar. Ja? Ja, voorzitter, volgens mij heb ik al duidelijk gezegd, de grens is dat er geen verbod is. En dat moeten geen gezellige, vrijblijvende gesprekken zijn. Dat is waar ik op bedoel. En waarin ook de pijlers van verantwoordelijkheid nemen. Dat is waar ik aan het zoeken ben. En dat wil ik graag van de minister horen, hoe die gesprekken gaan. En of ook bij de opiniepijlers ook deze situatie herkend wordt en dat zij er ook aan willen meewerken. Dat is het enige wat ik hier zeg. Ja. Ter afronding dan, voorzitter, ja, ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Maar als ze dat niet doen, want daar gaat het even om. Ik ga ervan uit dat ze dat wel doen. Ja, maar u kent de wereld ook wel een beetje beter. U weet dat dit is een vrome wens, hè, dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Niet ieder doet dat altijd. Wat wilt u dan als overheid voor maatregelen nemen om vrijblijvendheid te voorkomen, om toch die grenzen, die zoeken we? Ik heb de deskundigheid en de professionaliteit van de opiniepeilers echt hoog zitten. En ik ga ervan uit dat zij ook een verantwoordelijkheid nemen. Zo ken ik ze ook. Gaat u verder. Voorzitter. De minister schrijft dat het de bedoeling is dat kiezers zich gedurende het gehele stemproces, dus van maandagochtend tot woensdagochtend, zo goed mogelijk moeten verspreiden om drukte te voorkomen. Helemaal mee eens. Maar nergens lezen we evenwel hoe dit proces precies gestimuleerd wordt of gereguleerd wordt. Kan de minister hier nader op ingaan? Tot slot, voorzitter, nog twee andere punten. Allereerst, kan de minister een stand van zaken geven hoe het staat met het aantal stembureaus en stembureauleden dat beschikbaar is? Zijn er in alle gemeenten voldoende locaties beschikbaar en hebben gemeenten voldoende middelen en menskracht ook beschikbaar, is mijn vraag. En ten tweede, graag verneem ik van de minister de toezegging dat het tellen en de vaststelling zo transparant en toegankelijk mogelijk geschiet. Kiezers moeten dus de mogelijkheid hebben om te tellen, om het tellen te zien gebeuren, en zij moeten ook aanwezig kunnen zijn bij de vaststelling van de uitslagen door de stembureaus en het Centraal Stembureau. Voorzitter, en helemaal tot slot, het is zeker nu veel meer uitwisseling plaatsvindt digitaal, is het heel erg belangrijk dat alle informatie en uitslagen tijdig online vindbaar zijn. De ervaringen van de afgelopen verkiezingen leren ons dat sommige gemeenten niet tijdig de uitslagen publiceren op een vindbare plek, op een website, en ook dat bijvoorbeeld de procesverbalen en het aantal stemmen op personen alleen in het stadhuis ter inzage worden gelegd en daar soms zelfs geen foto's van mogen worden gemaakt. Dit keer moet het echt zo tijdig en transparant mogelijk gebeuren. Heel graag de toezegging van de minister dat zij alle gemeenten hier nogmaals nadrukkelijk op wijst. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Usset-Hok. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Otterloo namens 50+.